Vandaag in de uitzending. Restaurant De Kruidentuin in Geesteren brandt geheel af. Een nieuwe priklocatie in Oldenzaal en een wietkwekerij aangetroffen in Lossen. Goedemiddag, welkom bij het weekjournaal van Twente TV. U kunt kijken naar actualiteiten van de afgelopen week. We beginnen met afgelopen zondag. Het bestuur van hengelsportvereniging Het Sumpke uit Enter gaat de mogelijkheden bekijken voor het plaatsen van zogenaamde gaaskooien in de Lee. De kooien die in het water worden geplaatst zijn bedoeld als overwinteringsplekken voor de witvis. De witvis moet in de winterperiode worden beschermd tegen aalscholvers. Stichting De Zomp zal hiervoor eerst toestemming moeten geven voordat ze geplaatst mogen worden. De Deldenerstraat tussen de A35 en Delden is deze week afgesloten geweest na een ernstig ongeval. Door nog een onbekende oorzaak kwam een vrachtwagen in botsing met een voetganger. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is nog bezig met een onderzoek. De politie en brandweer moesten in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 3:15 uitrukken voor een brand bij restaurant De Kruidentuin in Geesteren. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het om een uitslaande brand te gaan. De brand werd al zeer snel opgeschaald naar een grote brand. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen woning is wel uit voorzorg ontruimd. Volgens de brandweer is de brand in het restaurantgedeelte begonnen. De brandweer heeft tot dinsdagmiddag nog moeten nablussen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. De rechtbank Den Haag heeft deze week in een door de stichting Viruswaarheid aangespannen rechtszaak besloten dat de avondklok niet ingevoerd had mogen worden. Volgens de rechtbank had het kabinet hiervoor de verkeerde wet toegepast. Het kabinet heeft enkele uren later nog hoger beroep aangetekend dat vrijdag 19 februari zou worden behandeld. Het Hof heeft echter geconstateerd dat de zaak te ingewikkeld is om nu al een oordeel hierover te geven. Het Hof zal nu aanstaande vrijdag pas uitspraak doen. Tot die tijd blijft de avondklok dus gewoon nog van kracht. Inmiddels heeft het kabinet een nieuwe reparatiewet weten te maken die de goedkeuring heeft gekregen van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Deze wet geeft wel de mogelijkheid om een avondklok in te stellen. De GGD Twente opent op 1 maart een nieuwe vaccinatielocatie in Oldenzaal. Deze prikpost komt in het pand van de voormalige bibliotheek aan de Ganzenmarkt 11. Het vaccineren in Oldenzaal begint met de doelgroep van de 75-plussers. In de loop van de tijd zullen ook meerdere doelgroepen in Oldenzaal worden gevaccineerd. De Oldenzaalse vaccinatiepost zal 7 dagen per week geopend zijn. Oldenzaal is na Enschede, UT en Almelo, sporthal De Schelfhorst, de derde vaccinatielocatie in Twente. Noortje Haarman is de nieuwe fractievoorzitter van GB-VVD in de gemeente Tubbergen. Ze volgt Norbert van der Graaf op. Van der Graaf kon het fractievoorzitterschap niet langer meer combineren met zijn privéwerkzaamheden. Wel blijft Van der Graaf gemeenteraadslid. Met haar 23 jaar is Haarman vermoedelijk de jongste fractievoorzitter van deze regio. In 2018 kwam ze als 20-jarige in de Tubbergse gemeenteraad. Het in Vlieringen woonachtige raadslid is bezig met haar eerste periode als gemeenteraadslid. Het besluit om scholen afgelopen maandag dicht te houden stuitte op veel onbegrip. In tientallen berichten op sociale media uitten ouders hun kritiek op schoolhoofden die hun school dicht lieten. Kritiek was er vooral op het argument dat schoolhoofden en leraren niet naar de school konden komen omdat er gladheid werd verwacht. Werkende ouders moesten hierdoor in allerijl oppas regelen voor de kinderen. Volgens een van de ouders had het best een oplossing kunnen zijn door iets vroeger van huis te gaan. In het westen en noorden van het land zijn de meeste scholen op maandag wel gewoon open gegaan. Vastgoedontwikkelaar Kroon uit Borne verwacht dat één deze dagen kan worden begonnen met de verkoop van woningen op Plan Arends in Albergen. Op het terrein van de voormalige fietsenwinkel van Arends op de hoek van de Zenderseweg en de Molendijk worden 4 royale 2 onder een kap woningen gebouwd. De bedrijfswoning van de fietsenwinkel zal ook worden verkocht. De prijzen van de woning zullen vanaf 3 ton vrij op naam gaan bedragen. De gemeente Wierde haalt de bovengrondse afvalcontainers bij de hoogbouw weg. Vanaf april staan deze niet meer in de gemeente omdat er te veel vervuild plastic, verpakkingsafval en andere afvalproducten in deze containers wordt gegooid. De bewoners krijgen nu speciale zakken om hier hun plastic afval in te deponeren en vervolgens deze zakken dan aan de weg te kunnen zetten.
De politie heeft in de afgelopen 2 weken ruim 15 meldingen binnengekregen van oplichting. Zogenaamde pakketbezorgers weten op slinkse wijze aan uw pinpas en pincode te komen door te vertellen dat er een pakketje post voor u klaar ligt. Dit pakketje wil de bezorger wel voor u ophalen door 1 euro over te maken. Als u 1 euro heeft overgemaakt met uw pinpas, blijkt niet later 1 euro, maar 1000 euro te zijn overgemaakt. De aangiftes komen uit Nijverdal, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. De politie wijst iedereen erop alert te zijn op deze zogenaamde pakketbezorgers. Bij een garage aan de Haverkamp in Reutem is dinsdagmiddag brand ontstaan. De oorzaak was een accu van een elektrische fiets. 1 persoon moest na het inademen van rook naar het ziekenhuis worden gebracht. De garage heeft door de brand ook enige rookschade opgelopen. De brandweer heeft de garage geventileerd en doet verder onderzoek naar de exacte toedracht van deze brand. Het komt vaker voor dat opladers van elektrische fietsen spontaan vlam vatten als ze continu aan de stroom staan. Rijwielhandelaren raden dan ook aan de oplader maximaal 1 uur aan de lader te laten staan. Meestal is de batterij dan ook al vol. Oldenzaalse jongeren zijn in de afgelopen jaren minder drugs en alcohol gaan gebruiken. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Wel drinkt de Oldenzaalse jeugd nog wel iets meer dan de jongeren uit de rest van Twente en Nederland. Zo gaf 32% van de jongeren aan dat zij wel eens meer dan 5 glazen alcohol op 1 avond drinken. Verder blijkt dat 8% van de Oldenzaalse jongeren wel eens softdrugs zoals wiet of hash heeft gebruikt. Het onderzoek werd in 2019 uitgevoerd onder 538 jongeren uit Oldenzaal. Aan de Erikahof in Losser is deze week een wietkwekerij aangetroffen. Aangezien dit de eerste overtreding van de opiumwet is die vastgesteld werd op dit adres, is het pand op last van burgemeester Kroon voor een periode van 3 maanden gesloten. De bewoner zal zich binnenkort hiervoor moeten verantwoorden. Het project Street Triage Twente, dat wordt ingezet bij meldingen omtrent personen met verward gedrag, krijgt een verlenging van tenminste 3 jaar. De organisatie heeft dan de mogelijkheid verder uit te breiden, zodat er voor elke zorgvraag een goede oplossing kan worden gegeven. Verzekering Mensis ondersteunt dit project door het mede te financieren. Tot zover dit weekjournaal. U kunt nu gaan kijken naar het programma Uitgelicht met vandaag de boerenopstand, de erfcoach en poliovaccinaties. Het weekjournaal met het programma Uitgelicht zal ieder heel uur herhaald worden tot vanavond 6 uur. Ik wens u nog een hele fijne dag. Boeren streden 50 jaar geleden met giertank en brandbommen tegen de ruilverkaveling zoals die toen opgezet was. Het was met name de ondemocratische stemprocedure waar de boeren op tegen waren. Die opstand wordt dit jaar in Tubbergen herdacht met meerdere initiatieven. Wethouder Ursula Beckhuis van Cultuur wil de initiatiefnemers bij elkaar brengen. Nou, 2021 is het 50 jaar geleden dat de boerenopstand was. 1971, 21 december om het precies te zijn, vonden hier in het centrum van de gemeente Tubbergen de rellen plaats. En die hebben later de naam gekregen de boerenopstand. En waar ging het precies over? Er was in Den Haag destijds een plan gemaakt. Dat heette de ruilverkaveling voor heel veel gemeenten. De ruilverkaveling hield in dat wij de lappendeken van Nederland, die werd groter gemaakt, een soort schaalvergroting. Dus er moesten heel veel gronden verkaveld worden, zoals het heette. Alleen had men er geen rekening mee gehouden dat het in de gemeenten anders eraan toe ging dan in Den Haag achter de tekentafel. Het resultaat was, er zou uiteindelijk gestemd worden voor of tegen de verkaveling. Nou, omdat er zo weinig mensen kwamen bij het stemmen, is het helemaal van de tafel gegaan en is het niet doorgegaan. Wat wilt u bereiken met de herdenkingen van de boerenopstand? Het is een herdenkingsjaar, maar het is meer een jaar om erbij stil te staan. Het is 50 jaar geleden. Het is
Nou ja, het is voor een gemeente als Tubbergen een best een grote gebeurtenis destijds. Dat moeten we niet uitvlakken. 50 jaar is natuurlijk zo'n getal dat je bij stilstaat. En dan is het mooi om daar eens bij stil te staan en dat ook gewoon ook aan jeugd te vertellen hoe dat destijds ging. Wat destijds de beweegreden was, dat er echt van bovenaf werd er iets opgelegd aan onze gemeente. Waar gewoon heel veel mensen zich niet in het systeem van destijds konden vinden. En het gaat vooral niet om te kijken wat was goed of wat was fout. Maar het gaat meer om te laten zien, iets wat je van bovenaf oplegt, dus wat in Den Haag zeg maar bedacht wordt. Dat werkt niet altijd in een gemeente, zeker niet in een kleine gemeente zoals Tubbergen. Wat zijn de ideeën die jullie dit jaar hebben bij het stilstaan van de boerenopstand? Nou, er zijn ideeën om expositie te houden. Er zijn ideeën voor fietstochten door onze gemeente, maar ook om te laten zien waar het destijds zich afspeelde. Er zijn ideeën voor een boek, voor een krant, maar ook voor een theaterstuk. De scholen willen graag meewerken om ook te laten zien wat democratie destijds was en wat democratie nu is. En hoe belangrijk dat is, dus dat er ook toch nog een educatief stuk in zit. Er zijn heel, heel erg veel plannen. Had u wethouder willen zijn 50 jaar geleden? Dat is een hele lastige vraag. Laat ik het zo zeggen, ik ben blij dat ik het nu ben. Ik weet niet of ik het toen had willen zijn. Ik ben niet iemand die heel erg de manier van werken die destijds was. Ik ben echt iemand van onze samenleving. Ik sta heel graag in onze samenleving en ik werk heel graag samen met mensen. Maar ik denk dat de tijd toen anders was, dus het is moeilijk vergelijken. Ja, ik zou heel graag willen zeggen dat het niet omgaat om het over te doen of om er nog een keer naar te kijken. Het gaat mij er juist om dat we erbij stilstaan, dat het echt geschiedenis van ons is. En als je je geschiedenis niet kent, kom je ook met je toekomst nooit verder. En ik hoop dat het iets is waar iedereen na afloop van zegt, hey, het was een mooi, we hebben goede dingen gedaan, goede dingen gezien en we hebben het echt samen met onze inwoners gedaan. De familie Brine aan de Schapendijk in Wierden wil haar activiteiten op het gebied van biologisch boeren uitbreiden. Met zoon Jeroen wordt volgend jaar een maatschap gevormd. Erfcoach Angela Pigge onderzoekt samen met hen wat de mogelijkheden zijn. Ik wil straks de boerderij overnemen van mijn ouders. We werken nu met z'n drieën samen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Mama doet de scharrelkippen, papa doet de biologische kippen en ik doe dan de biologische melkkoeien. Met de biologische tak zitten wij eigenlijk in een soort niche-markt. Daarmee zijn wij onderscheidend. En daar proberen we ook vooruitstrevend in te zijn. En wat zijn nu de plannen voor de toekomst? Ja, de plannen voor de toekomst zijn meer rechtstreeks naar de consument toe. Zodat je je eigen afzet kunt bepalen en gewoon verse producten kunt leveren tegen een eerlijke prijs. We willen in de toekomst ook meer biologische grond onder ons bedrijf hebben. Om toekomstbestendiger te zijn. Daarnaast willen we ook nog het water opvangen, het hemelwater, en dat in een bazin opslaan en dat in de droge periodes over ons land beregenen, zeg maar. Wat is jouw rol als een erfcoach? Mijn rol als erfcoach, heel kort, ik denk volledig neutraal. Een neutrale partner voor een erfeigenaar. Als hij richting zijn toekomst kijkt, welke problemen, welke plannen, welke ideeën heeft hij dan? En waar kan ik iets toevoegen? Hoe is het zo gekomen dat jullie Angela als erfcoach hebben? Nou, wij hebben eigenlijk hadden we een vraagstuk liggen van hoe komen we aan meer biologische grond onder ons bedrijf. Met dat vraagstuk zijn wij een dialoogdiner gestart. Daarbij hebben wij verschillende partijen allemaal uitgenodigd op ons erf. En tijdens het etentje de vragen voorgelegd en dan in discussie gaan over waar liggen de kansen en waar zijn de, wat kan er, wat kan er niet en waar kunnen we elkaar versterken. En zodoende kwam Angela ook aan bod als zijnde erfcoach. Ja, ik had er eerder nog wel een keer van gehoord, maar niet zeg maar dat ze ook zoveel deed zeg maar om te helpen. Ze heeft wel de korte lijntjes richting instanties wat wij normaal veel langer over zouden doen. En hoe ben je hier terechtgekomen bij het bedrijf? Ja, via dat dialoogdiner, daar was ik één expert en ik ben blijven hangen om samen met hen te kijken hoe ze hun doelen kunnen bereiken. En hoe gaat het hier? Ja, dat gaat heel fijn. Ik kan ze spiegelen, ik kan ze adviseren, maar vooral laten merken en voelen wat ze zelf echt willen en wat dan de juiste manier is.
En dan de verbindingen maken met anderen die nodig zijn. Want wat was je idee over een erfcoach? Dat is echt voor mensen die diep in de shit zitten, dacht ik. Maar dat is dus totaal niet zo. Ze versterken je, spiegelen je eigen beeld. Je vraagstelling wordt anders benaderd. Ja, en gewoon soms net even het setje geven om het wel te doen of om het juist niet te doen. Eigenlijk is het nog onvoldoende duidelijk wat wij kunnen betekenen. Vaak is het eenzijdig hoe men denkt over een erfcoach. Maar het is echt voor alles. Het is voor biodiversiteit, kringlooplandbouw, sloop, asbest, wonen, zorg, bedrijfsbeëindiging. Dus echt heel breed. Rotary Wierden begon deze maand een inzamelingsactie voor het inenten van kinderen tegen polio. Het gaat om kinderen in ontwikkelingslanden. De campagne wordt vanuit Wierden door Rotary Clubs in het hele land opgepakt. Initiatief nemen is oud-huisarts Herman Stichelbout. Wat bracht je op het idee om deze campagne te beginnen en waarom juist nu? De eerste golf van corona was voorbij. En de tweede golf, daar was nog helemaal geen sprake van. Dat was ongeveer september ongeveer. En toen was op de radio een item over vaccineren. En op een gegeven moment viel het woord sporthal en het woord vaccineren. En toen dacht ik van, hé, dat heb ik eerder gehoord. En toen moest ik terugdenken aan 2002, toen we een actie hebben gehouden, ook voor poliobestrijding, bij de vaccinatie tegen meningitis, tegen hersenvliesontsteking. En dat hebben we toen ook in heel Nederland gedaan. Daar hebben we aan de uitgang van de sporthal gestaan met een collectebus en iedereen die naar buiten kwam hebben gevraagd om 1 euro te doneren voor de poliovaccinatie van een kind in een derde wereldland. Toen dacht ik van, hé, dat kunnen we in Nederland opnieuw doen. En corona is niet alleen een Nederlands probleem, maar ook een Europees, maar zelfs een wereldwijd probleem. En omdat Rotary Clubs ook in de hele wereld voorkomen, het is een wereldwijde organisatie, kun je die actie die ik dan voor ogen had, die kun je in de hele wereld houden. Dus dat het succes wat we toen in Nederland hadden, nou, ik zag dat wel helemaal voor me, dat gaan we in de hele wereld uitrollen. Dus, kun je heel kort vertellen de polio wat het inhoudt? We kennen het in Nederland onder de naam kinderverlamming. Het treft eigenlijk altijd kleine kinderen, dus 0, 1, 2, 3, 4 jaar. Heel vaak is het een soort griepje, maar in een aantal gevallen uit het zich met verlammingen. En die verlammingen die gaan meestal niet over. Soms is het 1 been, soms 2 benen, soms meer. En in een aantal gevallen doen zelfs de ademhalingsspieren mee en leidt dat tot de dood. En welke landen zijn nog niet poliovrij? Dit jaar is Afrika poliovrij verklaard, wat een groot succes was. En nu is het nu. Doet het zich alleen nog voor in Pakistan en Afghanistan. Heb je als laatste zelf nog iets dat je graag kwijt wil? Nou, er zijn veel overeenkomsten met polio en corona en covid. Het zijn allebei besmettelijke ziektes die door een virus worden veroorzaakt. En ook een heel belangrijke overeenkomst is dat vaccineren helpt. Bij polio zijn we daar nu 35 jaar mee bezig en zien we dat het helpt. Dat polio echt bijna de wereld uit is. Bij corona moeten we nog aan beginnen. Dus we staan nog aan de voorkant, dus bij de ingang van het hele vaccinatieproces. En daar moeten we nog heel veel over leren. Maar dat zijn wel overeenkomsten.